President Chandrika Prasad Santokhi heeft op bijzondere wijze zijn 65e verjaardag gevierd. Behalve met familie, kennissen en vrienden heeft hij ook gefeest met de Surinaamse gemeenschap. Begonnen met een receptie op 2 februari voor sociale instellingen, is de jaardag op 3 februari voortgezet met een groot feest op zijn residentie te Lelydorp met diverse culturele organisaties. De avond startte met felicitatieboodschappen van diverse mensen aan president Chandrika Prasad Santokhi. De aanwezigen, waaronder het ministerteam, DNA-leden, Indiaanse ambassadeur, partijgenoten en andere sympathisanten, mochten ook genieten van een dansoptreden van Shannon Chotu. Vervolgens waren er optredens van inheemse, Javaanse en een Maron-culturele groep. Van de gramang der Saramakaners, Albert Aboikoni, kreeg de president een bijzonder geschenk. We brengen nu hiervan een fragment. Song. Ja. Ja, president, dit is nou een bange. Teo gingen een bange in Abu's kondre, dat Abu een betekenis. Wins voor Ab King, maar Abu een betekenis. A betekenis van Abi, dat na in Abu's kondre, we snappen dat otaki naar een wis revie. We make bange. We is don dat krutu. Dat we gingen een bange, naar een prakserie. Dat je ons don moro langa na wie ete futira kondre nangaden sumasan yu etira kondre nangaden dat na abetekenis voor abangi. President Santokhi was zeer onder de indruk van de opkomst. Haast vanuit elk district waren mensen getogen naar de residentie van de president om met hem zijn jaardag te vieren. Het staatshoofd vindt het een waardig moment om samen met de samenleving zijn jaardag te vieren, omdat die in de afgelopen periode geduld en veerkracht hebben getoond in de zware periode die nu achter de rug is. Jullie hadden nog hoop. Jullie hadden nog vertrouwen. Ondanks de moeilijke situatie. En vandaag wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie veerkracht, voor jullie geduld. Voor jullie vertrouwen. Want als we dat niet gehad hadden, was het voor ons als regering heel moeilijk geweest. Maar we zijn vandaag ook hier. En ik ken de VHP-structuren. Wanneer er activiteiten georganiseerd worden, of moeten worden, dan worden ze gevraagd om te werken, te organiseren, stoelen te brengen, eten te koken, mensen te mobiliseren, u kent het. En dat heeft u afgelopen jaren gedaan, afgelopen 75 jaren voor de partij. Maar dat heeft u afgelopen jaren ook gedaan voor de voorzitter van de VHP. Na zijn jaardag schreef president Santokhi op zijn Facebookpagina dat de warmte en liefde rond de dagen van zijn 65e verjaardag buitengewoon fantastisch zijn geweest. Hij kijkt ernaar uit om met hernieuwde kracht door te gaan in het uitvoeren van zijn bijzondere verantwoordelijkheden als president. Samen zullen we doorgaan met het behalen van de gestelde doelen voor Suriname, aldus het staatshoofd.